Dankzij zijn postuur, zijn charme en zijn humor is Dwayne The Rock Johnson een van de best betaalde acteurs ter wereld. In zijn nieuwe film heeft hij al die kwaliteiten keihard nodig. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Rampage. I rescued George. He was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? Okay. Very funny. In de gameverfilming Rampage Big Meets Bigger speelt Dwayne Johnson de verzorger van de witte gorilla George, met wie hij in gebarentaal communiceert. Tot de resten van een ruimtelaboratorium neerstort in het apenverblijf. Blootgesteld aan een experimenteel genetisch wapen dat aan boord was, wordt gorilla George niet alleen 10 keer zo groot, maar ook vele malen agressiever. You're scared. I'm gonna help you. Come. Good boy. It's okay. I'm the primatologist here. I look after this animal. I can handle this situation. I just need you to lower your weapons. Please. Stand down. What the hell? De gorilla is niet het enige dier dat met het wapen in aanraking komt. Nog 2 andere moordende megamonsters zetten koers naar Chicago. Aangetrokken door een radiobaken. Geholpen door biotechnoloog Naomi Harris en agent Jeffrey Dean Morgan moet Dwayne Johnson een ramp zien te voorkomen. Een kansloze missie als hij niet ook de dol geworden George aan zijn kant weet te krijgen. You have to evacuate Chicago. George didn't ask for this. They're gonna put him down. That's not happening. Dankzij een knipoog en een glimlach komt hoofdrolspeler Dwayne Johnson nipt weg met alle spectaculaire kolder, waarbij Rampage zwaar leunt op digitale effecten. En zo sleept deze ster met het nodige spierballenvertoon toch nog 3 sterretjes uit het vuur. Dank voor het kijken. Volgende week het waargebeurde verhaal van een verijdelde terroristische aanslag in Clint Eastwood's The 1517 to Paris. Graag tot dan.